Hallo mensen, ik ben Jasper en daar is Rudy, maar die zien jullie lekker nog even niet. Wij gaan vandaag koken en niet zomaar koken, maar experimenterend koken. Oftewel, we gaan gewoon een soort dingen maken die helemaal niemand ooit eerder heeft gemaakt, hopen wij. En deze keer zijn dat wraps, tortilla wraps. Ja, deze. Dit is Rudy trouwens, hoi. Yeah, hallo. En we maken dus een zoet wrap met daarin chocoladepasta, drop yo-yo's, ja, en kaneelsuiker. Dat is, ja, dat zijn een soort bolletjes van kaneelsuiker, ja. De hartige, die bestaat uit kwakkemolen, Doritos chips, knoflooksaus en knakworstjes. Ja, dat beloven heerlijke wraps te worden, maar we zullen zien wat eruit komt. Oké, we gaan nu ook de knakworstjes gaan we alvast koken, want die moeten natuurlijk wel een beetje warm zijn voordat ze op de tortillas gaan. De worstjes zitten in de pan. Deze gaat erop. Dan zetten we hem aan. We gaan trouwens 4 wraps maken. 2 hartige en 2 zoete. Allebei hetzelfde, maar we moeten ze wel allebei gaan opeten. Dus een hartige en een zoete voor ons allebei. Dat wordt lekker leuk, hè? Ja, dat wordt heel leuk. En we gaan ze nu maken. Ja. Rudy gaat lekker mooi de dropjes uitrollen, want ja, dat moet ook gebeuren. We gaan er nu 2 met chocopasta besmeren. Pasta dingen zijn klaar en dan gaan we door met de guacamole. En ik ben nog steeds dropjes aan het uitrollen. We gaan de dropjes erop doen en ja. We hebben trouwens even de marshmallows erbij gehaald. Bedankt voor het vasthouden, Rudy. Want dat vonden we ook lekker. Dat waren we vergeten te zeggen. En ja, sorry. De kaneelsuiker gaat er nu bij. We hebben er gelijk ook even de marshmallows bij gedaan. Maar ja, ziet er lekker uit, hè? Allemaal op een wrap, allemaal bij elkaar. We gaan nu door naar de hartige wrap. Oké, de worstjes zijn zoals je ziet aan het koken. En die gaan we er nu eerst opleggen. Nou, we doen 3 worstjes per tortilla wrap. En deze moeten we nog even snijden. Dit zijn trouwens halve. Het ziet er echt lekker uit, hè? Die guacamole lijkt ook echt niet op kots of zo. Nee. Nou ja. Oké, er gaat nu nog knoflooksaus erheen. En Rudy, spuit het er maar op. Nou, ze zijn klaar. Zien er hartstikke lekker uit. Er is iets niet helemaal goed gegaan, want het was een beetje aangebrand. Ja, maar we blijven er dit keer even bij en gaan niet de hele tijd in die wachtpositie zitten. En dan zien deze toch wel wat lekkerder uit dan dit. Dit moeten wij zo gaan opeten. Maar als het lekker is, ja. Nou, dit is de hartige. Hè? Allebei zien er wel redelijk lekker uit. En dit is de zoete. Ja. Ik denk niet dat iemand dat wil eten, maar ja. Wij moeten. Wij gaan het toch echt eten. We beginnen nog met de fiets, hè. Want ja. Ja, hij is ook helemaal hard. Hij gaat gewoon. Ja. Een lekkere plakkerig, hè. Oké. 3, 2,
1. Oh. Ja. Of is hij niet aangebrand? Oh, wacht, nee. Op dit moment nog zeg ik niet slecht, maar ik ga niet zo goed. Je moet wel van echt zoet houden, want het is echt heel zoet. Er zitten allemaal zoete dingen in. Ik ken heel suiker, het is wel lekker. Als jullie beter zijn in koken dan wij, want wij laten het verbranden. Maar dan zou ik overwegen om het eens te gaan maken, want denk je dat marshmallows, drop, pasta, kaneel suiker in één wrap en dan een wrap notabene, maar op zich. Ik zou er eens één hartig ingrediënt bij doen en dan is het. Nou, we eten de rest zo even op. We gaan nu door met deze, want anders dan wordt het maar koud. Je moet ons maar geloven dat we deze nog gaan opeten. Ja. Die gaan we opeten. Dat gaan we niet doen. Jawel. Ah, die knakworst, hè? Oké. Dus deze is niet zo hard als die andere. Okay. Maar wel de chips. Ja. Die was zacht, maar nou niet meer. Bob. En de knoflook zou dus ook bijna nog had. Deze is lekker. Oh, dit is echt lekker. Dit is echt lekker. Oh shit. Nog geen chip. Hier geniet ik van. Ja. Dit smaakt ook veel beter dan het laatste. Af en toe die knakworst ertussen, dat is wel lekker. Ik denk, wij gaan nog even lekker doorsmikkelen. En ik geef dit wel een... Een zegje in de sloot of zo. Ja. Ik denk een 3,5. Ja, ik geef een 3. Al doe je bijvoorbeeld... Het is te hard. Ik denk dat als je... er één hartig ingrediënt bij doet en iets minder zoet van alles, dan is het echt wel een zeventje. Mijn kleine zusje is er ook nog even bij gekomen. Die gaat ook nog even proeven. Eerst die en dan deze. Fem, doe. Ja, maar ik hou helemaal niet van droog. Maakt niet uit. Ik proef gewoon op. Ja? Dat is best wel lekker. Wat voor cijfer geef je? Een 7,5. En die deze? Ik geef het nog steeds een 3. Brief. Dit vind ik lekkerder. 10. Ja, je hebt. Oh, dat is best wel vullend. Ja, hij vult wel. Een 8. Dat is een goede tafel. Nee, dit is echt smerig. Ik vind hem wel iets te kleverig. Ja, want het is allemaal zoet. Maar, heel erg. Zo zie je. Dit hebben we gewoon helemaal zelf bedacht. Er stonden dingen. En jullie wisten geen. Dit bestaat nog geen eens. Nee, dit bestaat niet. En wij bedenken het zo, dus wij claimen deze recht hierop. Want dit is gewoon te eten. Ik heb het ook nog even aan mijn jongere broertje gegeven. Hè? En aan zijn vriendje. Die waren hier ook. En wat vinden jullie ervan, jongens? Nou, ik vind het een 8,5. En jij? Aan een 10. Een 10, zo. Kijk. Ons werk wordt toch nog gewaardeerd. Hè, Rudy? Rudy gaf het een 3, maar dat wisten jullie waarschijnlijk al, want... Ja. Oftewel, ik zou dit gaan aanraden voor je kleine broertje en zusje, want die zijn nog zo jong. En dan houden ze van hele zoete dingen en zo. En later.